zijn kleine moppie. Ja, hij heeft dat doek voor zijn ogen. In Tienermoeder weer zwanger volgen we Romy uit Zwijndrecht. 3 maart 2020 heb ik hem genomen. Ze is 18 jaar en net bevallen van haar tweede kindje. Beide zwangerschappen waren niet gepland. Schrok met de platten. Hoe gaat het met de gezondheid van de kleine Jax? En lukt het Romy en Emre om een eigen woning te vinden? Dat de tweede kwam was een grotere schok voor mij. Ik raad het niet aan om als tiener zwanger te worden. Nee, niet doen. Super raar. Ik kon gisteren dus helemaal niet slapen en om 3:50 maakte ik nog een vlogje. Goeienacht. Het is 3:50 en Romy, haar moeder, heeft me net geappt. Om 4:05 toen mocht Romy gaan persen. En wat denk je? Ik word 3 uur later wakker. Ik kijk op mijn telefoon. Is baby Jax gewoon om 3:05 geboren? Even serieus. Net als Nikki wilde ook de moeder van Romy dolgraag bij de bevalling zijn. Maar vanwege alle coronamaatregelen moest ook zij thuis wachten op goed nieuws uit het ziekenhuis. Toen ik afscheid van Romy moest nemen, toen heb ik het eigenlijk wel beetgepakt en gezegd dat ze het kan en dat het helemaal goed gaat komen. En dat ik super trots op haar ben en dat ik hoop dat het voor haar snel zou gaan. Ja, ze wou er natuurlijk bij zijn. Ze zag mij heel veel pijn lijden. Want ik ging echt dood van de pijn. Dus om dan op dat moment dan weg te gaan, dat lijkt me niet leuk om dat te zien. Dat je kind pijn heeft en dat je weggestuurd wordt. Toen gingen we naar huis. Toen was het alsof de dag heel lang duurde. Dus geen oog dicht gedaan tot ik het telefoontje kreeg in ieder geval. Wat een intro, jongens. Okay. Is wel verstandig om het daarop te zetten. Ja, maar dit keer goed en niet scheef. Oké, veilig. Nou, we zitten dus in het ziekenhuis. Geboortecentrum, zeg maar, daar verblijven we nu. Ik heb nog nooit zo lekker geslapen, hè. Het is nog 1-persoonsbed ook. Ik heb nog nooit zo lekker geslapen. Ik kan ook heerlijk slapen natuurlijk, want al dat druk van mijn buik van het vruchtwater is natuurlijk weg. Zo. Dus dat was echt een waterbelet, dat was echt heel veel vruchtwater. Echt, ze hebben bijna nog nooit zoveel gezien. Ze stonden echt verbaasd te kijken. Wij gaan nu naar Jax toe. Hij ligt in de couveuse. En dan de ene keer op de linkerkant en de andere keer op de rechterkant natuurlijk, zodat hij geen deukje in zijn hoofd krijgt. Ja, hij mocht niet op zijn rug wegen zijn ademhalen. Ja, als hij op zijn rug ligt, dan gaat ademen niet zo makkelijk. En aangezien hij dat nu helemaal zelf doet, ligt hij altijd op zijn zij in de couveuse. Met allemaal bedrading en toeters en bellen. Dat is nog steeds chaotisch om te zien. Maar zo kunnen ze natuurlijk alles goed in de gaten houden. Het is natuurlijk zo jong en nog zo vatbaar, dus ja. Met infecties en zo moet gewoon goed in de gaten gehouden worden. Maar ik ben blij dat hij in principe gewoon gezond is op het feit dat hij te vroeg geboren is. Dus het is nu echt gewoon groot worden. Hij heeft dat doek voor zijn ogen. Voor dat scherpe licht, zeg maar, een soort van een stoffen zonnebrilletje. Een paar dagen na de bevalling besluit Romy een video van de geboorte van hun tweede zoon op social media te plaatsen. De reacties die ze alleen op dat bericht krijgt, confronteren haar er ook mee hoe kwetsbaar de kleine Jax op dit moment nog is. Ik had een reactie eronder gekregen van iemand waarvan het kindje ook met 26 weken was geboren, maar die heeft maar 2 maanden volgehouden. Dus nu ga ik natuurlijk 2 maanden stressen. Dan denk ik van dat had ik beter niet kunnen lezen. Het is klein, dus dan weten we allemaal wat er zou kunnen gebeuren. En daar wil ik niet aan denken. Nee. Ja, het blijft wel lastig, want hij is gewoon te vroeg geboren. En het kan altijd nog omlaag gaan met ups en downs. Dus zolang ik goed nieuws blijf horen, dan voel ik me ook wel goed. Maar ik heb ook wel af en toe van die momenten dat ik denk van maar wat als dit? Als hij een beetje de sterke kracht van zijn moeder hebt, gaat hij het wel, komt het wel goed. Ja. Gaan we weer. Nee, dat is gewoon alles bij elkaar. Ik bedoel, ze is ook nog maar 18. En daarvoor heb je dat niet zo door. Want het gaat gewoon allemaal heel gemakkelijk. En het gaat gewoon zoals het hoort te gaan. Maar met dit soort momenten merk je dan weer van,
is ook nog maar een klein meisje. En hoe ze het dan doet, ja, dat zegt niks over de leeftijd. Ik ben heel trots op dat. Zo, hallo. Ik ben in de verpleeghuis van het ziekenhuis. En ik heb heel veel fruit meegenomen voor Romy. Want ze is natuurlijk bevallen. Zo, ik moet een beetje zachtjes praten. Maar Romy is nog eventjes bij Jax. Ik ga nog eventjes knuffelen en dan komt ze eraan. Eigenwijs. Niet in een rolstoel gaan zitten natuurlijk. Dankjewel. Ja, gefeliciteerd. Dankjewel. Ik vind het wel echt heel lief van haar. Dat ze toch gekomen is. Want dat is niet een kort stukje wat ze moest reizen. Dus. Nee. Ja, dat vond ik echt super lief. Een Jullie je ook nog nodig, toch? Ja. Dat is klein. Volgens mij past hij zelfs die nu nog niet eens. Nee, hè? Maar het is echt gek op mij. Ja, het is wel echt een goede vriendin geworden. Ik bedoel, ik ken ook gewoon met te praten en ik vertel er eigenlijk ook best wel veel. Dus dat is wel een belangrijk persoon geworden in deze hele avontuur. Jenny, kom meiden. Op het moment dat ik het ziekenhuis mocht verlaten, dat was echt een dubbel gevoel. Want waar je de een achterlaat, zie je de ander weer. Dus ik was echt heel blij om gewoon Mason weer te kennen zien. Maar aan de andere kant ben je wel weer verder weg van Jax. En het is niet meer één lift naar beneden en je bent bij hem. Het is echt een half uur rijden. Ik dacht even bijna dat je haar tussen ging. Ik dacht het bijna zo. Ja. Oh. Van de lol kunnen wij nog hebben, hè? Surprise! Hey schat! Hallo? Ja! Ja? Laat maar. Hey! Ik ga gewoon lekker staan, nou. Ik heb lang genoeg gezeten. Zitten. Nee! Ik ga niet zitten. Poefie! Iemand anders? Wat is er? Is hij uit? Nee, ik zie toch niks? Nee, ik zie niks. Ik ga ook echt lopen. Ja, lopen dan met een beetje lopen. Ik weet niet wat ik nou aan het doen moet. Kijk. Terug naar huis. Bij een tankstation gestopt. Even wat energy halen. Dat kan ik wel gebruiken. Ik ben blij dat ik Mason weer zie. Maar daarentegen ben ik wel verder weg van Jax. Dus even uitvogelen. Hoe we ons zeg maar daar een weg in zien te vinden. De volgende keer in Tienermoeder weer zwanger verhuizen Romy en Emre naar het Ronald McDonald huis. Na het zoveelste conflict tussen Emre en de moeder van Romy. Wij voeden gewoon ons kind op gewoon hoe wij het willen, niet hoe anderen het wil. Het is nog steeds ons huis waar jij in woont. Als Emre iets zegt, die kan dat niet normaal zeggen. Dus dan ben ik bang dat het gaat escaleren en dat hij het huis uit ligt en dan moet ik het alleen doen. Voorlopig hoef ik geen contact met Emre.